Hallo. Hi. Hallo. Zijn jullie er? De eerste kijkers. Zijn jullie er? Kijk wie hier is. Oh, wie jij op je beeld. It's great for Oh my god. Hi Kai. Hi. Eens kijken, wie zit er meer? Hallo. Gaan we een rondje doen? Oh, oeh. Het is Dylan. Het is Chip. Het is Maipo. Het is Sas, de lieveling van Merel. En het is Adriaan. En het is Jens. En het is Lotus. En kijk, hebben we er nog een K, allemaal op one room. Hola. Jordi. Hi. Ik weet niet of jullie hem zijn vergeten, maar jullie kunnen Jordi ook allemaal volgen. Oh ja, Jordi underscore Utopia 2. Alsjeblieft, ik heb het nodig. Promo. Je weet het zelf. Allemaal goed Utopianen. En kijk eens wie zit. Yeehaw. It's Yeehaw. Jordi. Dat heb ik nog zo vaak gezegd, hè? Gods kleren. Ja, nee, het is helemaal Utopia lijf hier zo. Ik had een beetje het idee dat ik mijn mond niet open mocht trekken. Zo Utopianen. Ja, we hebben een Utopia meeting. We bespreken alle gossip, alle tea over de Utopia finale en girl. The tea is piping hot. Een Utopia party. Nog samen met Mike. Nee! Is het nou nog steeds niet duidelijk? Nee! Andrea, ben jij met Franny? Huh? Ben jij samen met Franny? Oh, hell no! Want ze vragen me ook altijd of ik met Mike ben. Dus ik vraag het ook maar of je nee. Nee, Franny zit nog in Utopia, misschien daarna. Oh, John en Mike die zijn er helaas niet bij. Dat is, nee, Mike wil heel graag komen, maar helaas de zus was vandaag Dus ja, prioriteitsfamilie voor natuurlijk. Ja, voor Mike zeker. Ik krijg Lotus, je bent lekker. Ja, dat komt inderdaad. Denk je lekker. Bent snacky. Heb je mij gegeten? Nou, ik wil je wel eten. Oh god, dit is eigenlijk een goed live. Dit is echt zo'n live waar ik heel lekker ga deleten. Nee, ik zal hem laten staan. Kijk, hey Lotus. Hallo, alles goed daar? Gaat goed hier? Ja, ik denk het. Ja? Mag nog wel wat meer alcohol in hier. Nee, houd maar lekker. Zijn we er nog? De licht is uit. Oh wow. Zo, hallo. Hallo. Zal ik me vasthouden? Ja. God. Ik wil gewoon drinken. Ja. Eens kijken. Zo, ik heb zo'n hele lange kop gekregen. Ja, ik ga weer oekoes. Ja, ik heb juist besteld. Oekoes? Ukulele. Die leuke apparaatjes die komen dan. Die kan je bestellen voor de verjaardag. En Sinterklaas. DM er alsjeblieft, als je niet dit. Als jij je ukulele voor de kerst wil geven, Sint. Wie zijn er allemaal bij ons? We hebben Jens, Adriaan, Michael, Chip van Utopia 1, Pacer, Erik, Kelly, God, Andrea, ons twee natuurlijk. Mis ik dan nog iemand? Nou ja, Tim en Joas zouden ook eigenlijk. Ja, Tim en Joas zouden ook komen. Die zijn er helaas ook niet bij. Spijtig. Ja, dat eigenlijk. Waar is Chip en Faye? Ik ben helemaal fan van hun. Oh my god. Kijk, daar zit Faye. Superleuk te wezen. En daar zit Chip helemaal hip. Zeg, hallo, iemand is fan van je. Iemand is fan van je. Wees het fan. Even kijken. Nee. Melissa Nijhuis is helemaal fan van jullie. Melissa. Faye en Chip. Nou, Melissa, je krijgt de kusjes van ze. Mwah. Ze kennen jou. Ik vind het helemaal leuk. Team Shelly, ja, ik ook. Je was toch geen Utopiaan? Ze was wel een Utopiaan. Binder dan net, bye. Where were you? Eens kijken. Ik vind Utopia niet meer leuk zonder jou, Jordi. Nou, ik ben eigenlijk best wel blij dat ik uit Utopia ben. Ik ben heel blij dat Brennan ook de keuze heeft gemaakt om mij eruit te halen. Ik pak gewoon weer lekker mijn leven op. Ik heb weer gesolliciteerd voor banen, dus ik ben alleen maar blij mee. Ik heb mijn meiden weer gezien, mijn moeder natuurlijk, familie. Ja, ik ben hartstikke blij eerlijk gezegd. Dus party! Welke drie moeten jullie in de finale staan? Welke drie?
Voor mij is het Brennan, Merel en dan wel Jesse. Welke drie moeten we jou niet naast staan? Brandon, Shelly. Maar Mariska. Mariska vind ik ja, weet je, als ik dan toch moet kiezen. Kijk, ik ben zelf vind ik. Kijk, Gerrit mag ik ook altijd wel. Ja, maar kijk. Heb je de aflevering gezien of niet? Over eliminatie. Gerrit zei over. Ja, Jordi is niet zeggend. Ik moet er alleen maar mijn bek open. En ik denk, nou, je sport ook niet. Even serieus. Ja. Niet zeggen, dat is er eentje die wel wat heeft gezegd, is deze keer het klinkt niet. Nee. Ik vind het zo mooi dat hij de hele tijd niks zegt om te doen. Ja, dat is toch geen zin. Maar wel dat hij de finale moet winnen. Nou, hou op hoor. Nee, ja, ik weet, ja, Frenny zou natuurlijk ook wel kunnen. Frenny is ook nog steeds een goede vriendin van mijn mensen. Ik heb geen haat aan Frenny. Michael, ik ben ook heel erg blij dat ik ben opgerold uit Utopia. Jordi, bedankt voor jouw trui. Bedankt voor mijn trui. Ja. Geen dank. Ik hoop dat hij leuk en passionable was. Wat is er? Groetjes aan Dreefje. Nou mensen, Hiske is een topmens. Ik heb altijd alleen ze heeft weinig mening, dat zegt ze ook altijd. Ik ga mijn mening niet uit over zoveel mensen en, die kijken. Wat vind je goed ervan is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Wat vind je goed ervan? Ja, ja, wat vind je goed ervan? Ja. Team Gerrit sowieso, dus kijk, Brandy, Merel, Jesse. Ja. Nou, eigenlijk ook vol met Jordi. Hey Michael, weet je wat ik ga doen? Ik ga je blokkeren. Daar. Nee joh, blokkeer niet. Mark heeft groot gelijk. Ik ben eigenlijk van de buis af. Nee, maar Michael, wie ben jij ook weer? Nee. We hebben een hele mooie regel hier, hè. Haters, ja. Goodbye. Ik heb zoveel mensen van Jordi. Ik vind het jammer dat goede mensen eruit zijn. Ja. Wat lief voor je compliment. Je wordt goed genoeg, hè? Ja. Wat is je haar? Wat een heerlijke haar! Maar mensen. Nou, ik zag een berichtje. Moet ik toch wat tegen Shelly zeggen? Zeg maar tegen Shelly dat ik er heel veel nog gun in Utopia. En dat ze nog het maximale nog eruit mag halen van Utopia. Ja, maar aan de andere kant heb ik ook wel heel graag gewild dat ze in de avond. Snap ik? Maar ik ben toch wel blij dat ik eruit ben. Ja, ik begrijp het. Ik heb het ik denk billetjes zat te kruiden. Ik denk nee, Shelly gaat eruit. Ik dacht echt dat het voor jou ging. Ja, toen laatst hoorde ik wel dat het voor Shelly zou gaan hoor. Ja? Daar moest ik ook huilen meer. Ook weet je van, het is gewoon afgelopen. Ja. Dat weet je, een soort van relief, opluchting. Opluchting? Nee, totaal niet. Oh. Het vreemd mensen in Tokio die gaan gewoon nu. Nee, ik kan sowieso met opgeven op hoofdstuk te porten. Het komt de poort gelaten. Dus dat is sowieso hetgene wat ik heb gedaan. Ja. Dus vandaar ook de rust van. Je zit in de finale en je weet dat je niet meer in de finale zit. Chill. Ja, ja zeker. Nee. Oh, Carlijn! Carlijn geeft de groetjes. Ja. Als je niet op hoort, krijg je de groetjes terug. Ja, ik krijg de groetjes terug. Nou ja, ik vind het alweer heel erg mooi geweest. Ja, we zijn weer heel erg antisociaal bezig. Ja. We zitten eigenlijk alleen maar aan onszelf te denken. Nee, maar ik ben een week niet online geweest. Jullie willen graag online zien. Ik ben er even online geweest. En wie weet... Plus aan. Kom ik vanavond ook nog eventjes online. En volg allemaal Jordi, hè. Jordi in Utopia 2. Dankjewel. Promo. Dus volg hem en wie weet scoren je een filmpje die ik niet wil posten, maar die hij wel gewoon post. Dus doei!